نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، متى يكون الوضوء باطل لا يصلح، لابد من الإعادة. In wat voor situaties dient de rituele wassing opnieuw verricht te worden als men een bepaalde handeling verricht die dit vereist? الخارج من السبيل المطلق، الخارج من القبل أو من الدبر، من ذكر أو من أنثى، أي خارج. Alles wat de afscheidingswegen verlaat, zowel van voor als van achter, zowel voor man als vrouw. الثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. Het verliezen van het verstand, het zij door een bedwelming of door wat voor reden dan ook, dat men zijn verstand kwijtraakt. النعاس de bewusteloosheid of in coma, etc. إذا نعس الإنسان als iemand bijvoorbeeld slaapt, هل وضوء صحيح أو لا؟ heeft hij dan nog steeds zijn rituele wassen of is hij deze kwijt? إذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه ريح فوضوء صحيح وإلا باطل. Als het bewustzijn er nog is dat er niks aan wind, bijvoorbeeld het lichaam, heeft verlaten, dan is zijn rituele wassing nog geldig. Het eten van vlees van kameel, dus het eten van kamelenvlees. Ja, iemand die spot met het geloof en de schepper uitscheldt of de profeet, spot met de geloof scheldt, het geloof uitscheldt, degene die zich hier aan schuldig maakt, verliest hier ook mee zijn reinheid. Het aanraken van het geslachtsdeel, in deze situatie is het aanbevolen om de wudu, dus de rituele wassing, opnieuw te verrichten.